Beste mensen, toen we in onze directe omgeving in 2007 bekend werden met de zenuwspierziekte ALS, zagen we wat deze ernstige ziekte met de mens doet. Een heel verdrietig en helaas altijd nog onomkeerbaar proces. We moesten gewoon iets doen. In 2008 zijn we als groep vrijwilligers gestart om de ziekte bekender te maken en om geld in te zamelen voor onderzoek. Er is van alles georganiseerd. Wandel- en fietstochten, concerten, het geven van presentaties, echt van alles. We organiseren sinds 2014 ook het zwemevenement aan Local Swim Westland. Dat is uitgegroeid tot een sportief en saamhorig evenement. Er is helaas nog geen oplossing voor ALS, maar er is de afgelopen jaren wel veel ontdekt. We willen als vrijwilligersgroep graag een schakel zijn in de oplossing van ALS. De stichting ALS Westland bestaat bijna 15 jaar en alle acties worden volledig door vrijwilligers gerund. We zijn enorm trots op die vrijwilligers in onze regio Westland en omstreken die zich al zo lang voor ALS inzetten. Dank jullie wel.